Mila, wat ontzettend leuk dat jij er bent. Zou je iets over jezelf willen vertellen? Ja, ik ben Mila. Ik ben 14 jaar oud en ik zit op het Aronald College in Hilversum, derde klas Quest en ik ben hier om Volle Maan te vertegenwoordigen. Volle Maan van Luc Hanegrees en daar ga ik even kort wat over vertellen. De eerste reis van het slavenschip Volle Maan lijkt vervloekt. Er zijn veel zieken aan boord, het schip raakt uit koers en een slavenopstand aan boord wordt dreigender. Ondanks alles winnen Cornelis en de slaaf Jao langzaam elkaars vertrouwen. Op hetzelfde moment voert Emily op het eiland Jamaica een strijd met haar vader. Hij is de eigenaar van een suikerrietplantage. En na de zoveelste ruzie over de behandeling van de slaven die voor haar vader werken, wordt ze gedwongen om te vertrekken. Terwijl er een grote storm dreigt, vertrekt Emily naar Engeland. Welk personage zou jij graag willen ontmoeten in dit boek en wat zou je hem of haar willen vragen? Um, ik zou Emily graag willen ontmoeten, omdat um, ja, ik vind haar personage gewoon heel erg krachtig. En ik zou graag aan haar willen vragen: um, wat gebeurt er met de plantage nadat het boek is geëindigd? En wie zou je willen zijn? Ja, ik denk ook Emily, want uh, ja, ik vind haar personage wel op mij lijken. En dan woon ik op Jamaica. <laughs> en dan. Uh, ik ben het ook met haar eens over hoe zij denkt over slaven. En wat zorgt er nu voor dat jij dit boek in één ruk uit wilde lezen? Um, ik vond het een heel krachtig en sterk geschreven verhaal. En de afwisseling van perspectieven maakt het ook niet dat het saai werd. Prachtig, goed gedaan. Dankjewel.